Ambrosius Hubrecht, man van glas en was. Bioloog Ambrosius Hubrecht stort zich op de embryologie, de ontwikkeling in de baarmoeder. Waarom? Omdat gewervelden in het begin op elkaar lijken. Of je nou vis, olifant, mens of spookdiertje bent. Met zijn bevindingen wil hij de theorie van de afstammingsleer promoten. Hubrecht onderzocht spitsmuizen, mollen en vooral egels. Maar waar haal je die vandaan? Hij zette advertenties en betaalde een kwartje voor elke levende egel. En hoopte dan maar dat het een zwanger vrouwtje was, want dan kon hij aan de slag. Door zijn embryo's in paraffine te gieten, kon Hubrecht er flinterdunne plakjes van snijden. En die plakjes bekeek hij onder de microscoop. Hij beschreef wat hij zag en Johan Prijs maakte er tekeningen van. Om zijn kennis met studenten te delen, kocht Hubrecht veel anatomische modellen van was en van glas. Stuk voor stuk kunstwerkjes. Prachtig om te zien. Hubrecht, man van glas en was. En egels.